Ja, Twan, deze week was ik bij het Graafschap College. En daar waren groepen studenten die hun eindejaars werkstuk opleverden. En regelmatig lever ik daar vraagstukken voor aan, innovatievraagstukken. Dat kan gaan om apparaten die in de productie ingezet worden bij Achterhoekse maakbedrijven. Maar soms gaat het ook om producten. Ja, je ziet hier een zonnecel. Een zonnecel die mee kan bewegen met het draaien van de zon. En daardoor een hoger rendement op levert voor die zonnecellen. Je ziet die Tijmen, Jelle, Kevin en Sander. Hartstikke trots natuurlijk. En ja, waarom trots? Omdat het ook een echt product gaat worden. Het is de basis van een nieuw product voor een Achterhoeks bedrijf. En dat is niet de eerste keer dat ik het zie. Ik zie het eigenlijk ieder jaar weer dat de producten die ze bedenken ook echt ingezet worden bij de productie in Achterhoekse maakbedrijven of leiden tot nieuwe productideeën. Dus zo simpel kan het zijn. Goede samenwerking tussen scholen en Achterhoekse maakbedrijven leidt tot innovatie. En dan nu naar het speldje. Zoals vorig jaar aangegeven, iedere week zal ik een speldje opprikken. En dit keer nam Jan Bart, de secretaris van de regio Achterhoek, die hielp me erbij. En die spelde het speldje op van de Agenda Achterhoek 2020 bij Harry Anconé, directeur Limes, die zich inzet om technologie en nieuwe productideeën vragen stuurt bij zorginstellingen geïntroduceerd te krijgen. Nou, dat is iets dat de grote kans is voor de komende tijd. De zorg, de grote marktkans, zeker voor de Achterhoek. We hebben heel veel zorginstellingen, maar we hebben ook heel veel maakbedrijven die oplossingen kunnen bieden. Dus ik dacht van, ik vraag het Jan Bart gewoon vandaag. Dat was het weer voor deze week, Twan. Dankjewel.